En nu gaat hij dus die droom uitleggen. En omdat hij al een keer door Herodotus beschreven is, namelijk hier vlak van tevoren, zal dit stukje bekend voorkomen. Want je weet die droom, die hebben we net al gehad. Nou, wat zegt hij tegen die Daspes? Daar gaat hij mee beginnen. Theoi kedontai emui. De goden beschermen mij. Hier geeft hij dus gelijk mee aan dat die droom dus van de goden afkomt. Die komt niet uit hemzelf, die komt van de goden. En die doen nog van tevoren nog iets anders, die goden. Die mooi panta pro dijk nu oesin. Nou, pro van tevoren, dijk numi is aantonen, dijk nu oesi. En zij tonen, mooi even erbij, als dativus, aan mij van tevoren pantata epiferomena aan. Alle aankomende zaken, staat er letterlijk. Alle bedreigingen, zo je wil, aan. En dat gaat hij dus weer uitleggen. Dat zie ik dus weer aan dit oon, wat dus oon is. En niet van Aimi afkomt, want dan zou het eon geweest zijn, zoals je inmiddels weet. Slapend dus. En tij par oi gomenai nukti. Nukti is dus de nacht. In de voorbijgegane nacht. En nu krijg ik Eidon van Horao. En dit is dus niet van dat Eidos, Eidwia, Eidos, wat in de vorige keer stond van Oida. Dit is gewoon van Horao zien. Zag ik ton presbutaton, de oudste toon, zoon, paidon, allemaal genitives, van jouw kinderen. En dan staat er heel leuk bij, hebbende teruga's vleugels, epitoon, homoon. Dit heb ik in al mijn enthousiasme bruin gemaakt, maar dat moet natuurlijk, omdat het een bepaling is, turquoise zijn, op de schouders. Nu mag je zo'n participium egoon vaak vertalen met. Dus met vleugels op de schouders, dat is prima vertaald. Dus dat zag hij. En nu krijg je een soort van ACI, en dat hij, nou, tij men, tij de, hebben we al gehad, met de ene Azië en met de andere Europa overschaduwde. Nou, bij dat toeteon, dat slaat nog even terug op die vleugels, moet ik er nog bij zetten, want dat is genitief is meervoud, en dat hij met de ene van deze Azië en met de andere Europa overschaduwde. En dan ben je dus door die 294 heen. Kom ik zo op 295. Nu schiet het inderdaad wel op.